luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik ben 16 jaar al getrouwd met die mevrouw die daar wegloopt nu. We hebben drie kinderen samen. En wij komen ruim 2 jaar inmiddels hier in Calvary Chapel. Tot grote blijdschap aan onze kant in ieder geval. En voor mij vandaag de grote eer om met jullie het woord te openen en te brengen. Dus ik wil vragen of jullie je Bijbel of swipend device of iets dergelijks willen openslaan naar Galaten hoofdstuk 5. En misschien heb je het al voorbij zien komen, maar vandaag gaan we kijken naar één vers in dat hoofdstuk. En zelfs eigenlijk maar één woord in dat vers. En dat woord is zachtmoedigheid als vrucht van de geest. En terwijl je opzoekt, als Paulus dit ene vers over de vrucht van de geest schrijft, dan doet hij dat in een grotere context van vrijheid en liefde. En daar gaan we zo ook naar kijken. En ik denk dat de meesten van ons eigenlijk wel een beeld hebben over wat zachtmoedigheid is. Dat we daar wel iets bij kunnen voorstellen. Maar ik denk dat het ook goed is om te kijken wat juist Gods beeld is van zachtmoedigheid. Zodat we ook gevormd kunnen worden door hem in zijn beeld van godsmoedigheid. En dat het niet iets is wat wij aan het doen zijn, wat wij proberen te forceren in ons leven. Maar dat het ook daadwerkelijk een vrucht van de geest is. Dus lees met mij Galaten hoofdstuk 5, vers 22 en 23. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zichzelf geopenbaard heeft in uw woord, dat u spreekt door uw woord, Heer. En ik bid dan ook dat u vandaag tot ons spreekt door uw woord, Vader. Open onze harten, Heer, maak ons hart zacht en kneedbaar voor wat u voor ons vandaag te vertellen heeft, Heer. Zodat we naar u gevormd kunnen worden, in uw wil kunnen leven, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat is het gezegde. Tenminste, dat is wat ze zeggen. En ik weet niet of dat echt zo is. Mijn ervaring persoonlijk is dat verre vrienden nog steeds ook heel grote waarde kunnen hebben. Maar niet elke buur is een goede buur. Misschien hoeft dat ook niet. Ik weet het niet. En laat ik vooropstellen dat wij een prima relatie hebben met onze buren. Maar onze buren hebben een beetje een andere levensstijl, laat ik het zo zeggen. En ze maken vaak geluiden op manieren en tijdstippen dat niet onze keuze zou zijn. En als het dan niet onze buren zijn die dat doen, dan zijn dat vaak wel de vrienden en kennissen van de 2 tienerjongens die dan wat leven in de brouwerij brengen. En ik zeg dat een beetje makkelijk, maar er zijn wel wat dingetjes daar gaande. Maar goed, waarom ik het zeg is omdat er dus vanuit mijn perspectief in mijn leven, of in ons leven, voldoende situaties zijn om zachtmoedig te reageren in dat soort situaties. En dat lukt me niet altijd. Dat lukt me vaak, gelukkig, maar niet altijd. En zo was er bijvoorbeeld een situatie 2 zomers geleden, midden in corona, en ik werkte thuis op zolder. Ik werk nog steeds thuis op zolder. En we hebben openslaande Franse balkondeuren aan de voorkant. En die waren lekker open, want het was warm. En ik had mijn headset op, net als nu. En ik was in een videovergadering met allemaal mensen. En het ging allemaal prima. En plotseling, beneden, vlak voor mijn deur, grote boombox aan, vol volume. Ik dacht, oké. Denk ik, laat het even gaan. Denk, dat is prima. Maar op een gegeven moment begonnen zelfs mijn collega's in de videocall aan mij te vragen van, hey Mark, waar komt het al dat geluid bij jou vandaan, zeg maar. Ik denk, oké. Dus ik loop naar mijn raam toe, of naar mijn balkondeuren toe, en ik zeg van, jongens, kunnen jullie misschien de boombox even uitzetten? Want ik heb er last van. En netjes, mijn buurjongen zette de boombox netjes uit. Helemaal top. Maar zijn vrienden
hadden een heel ander idee. Die wilden eigenlijk helemaal niet dat die boombox uitging. En die begonnen redelijk verbaal te worden richting mij. En ik had natuurlijk gewoon terug moeten lopen naar mijn stoel, rustig gaan zitten en verder in mijn vergadering te gaan. Maar ik reageerde, en ik reageerde uit irritatie en dus niet uit zachtmoedigheid. Ik weet niet hoe u zou reageren in zo'n situatie. Misschien dat je vanuit je natuurlijke karakter soms een bepaalde mate van zachtmoedigheid kan opbrengen. Maar ik denk dat velen van ons, zo niet misschien elk van ons, van nature tekortschiet om zachtmoedig te zijn op de manier waarop God van ons vraagt zachtmoedig te zijn. Het is niet voor niets een vrucht van de geest. Dus ik wil vanochtend met jullie naar twee dingen gaan doen. Ik wil naar twee vragen gaan kijken over zachtmoedigheid. En die eerste vraag is, wat is zachtmoedigheid? Ja, wat zegt Gods woord hierover? En de tweede vraag is, hoe is dan zachtmoedigheid een vrucht van de geest? Dat zijn er twee vragen. Dus de eerste vraag is, wat is zachtmoedigheid? En als we in de grondtekst zouden kijken, dat woord voor zachtmoedigheid wat daar gebruikt wordt, dan in die tijd, in de Griekse cultuur toen, werd dat woord op twee verschillende manieren gebruikt. En ze geven een mooi beeld over wat dat woord betekent. En dat eerste beeld is het beeld van een wild dier dat getemd is. Een wild dier dat getemd is. Dus ik moest daarbij denken aan een renpaard. Dat dusdanig is afgetraind dat het precies doet wat de jockey hem voorschrijft. Ja, dus hij weet wanneer hij op volle kracht mag gaan. Maar hij weet ook wanneer hij juist moet inhouden. Het is getraind, het is getemd, het is afgetraind. Met andere woorden, het is ook kneedbaar geweest om afgetraind te worden. Dus dat is het ene beeld waarop dat woord toen gebruikt werd. Het andere beeld waarop ze dat toen gebruikten, is in de context van een zalf dat de koorts en de angel uit een wond haalt. Dat is een heel ander beeld. Maar ik denk dat het een interessant beeld is, want het betekent dat er dus in dat woord zachtmoedigheid een bepaalde vorm van genezing zit, van verzorging zit. Dat het dus voor iemand anders is. Dat het dus op een ander gericht is. En als we dus twee beelden samen zouden voegen, wat kunnen we dan zeggen? Dan kunnen we dus zeggen dat zwakmoedigheid of zachtmoedigheid dus niet zwakte is of zwak zijn is. Het is dus niet iemand die als een soort zacht eitje zonder ruggengraat door het leven gaat. Het is ook niet gewoon kalm zijn of rustig zijn of bescheiden zijn. Het is meer dan dat. Ik denk hoe je zachtmoedigheid het kortste zou kunnen samenvatten is door te zeggen dat zachtmoedigheid beheerste kracht is. Het is kalm en rustig wanneer de situatie juist verhit is. Maar het is misschien wel juist krachtig in de situaties waarin dat nodig is. Ja, het is een verzachtend effect hebben op anderen als de situatie daarom vraagt. Het is een vredestichter zijn. Het is iemand snel vergeven. Het is weten wanneer corrigerende woorden te spreken. En ook juist weten wanneer je gewoon stil moet zijn. Het is iemand die in controle is over zijn eigen gemoedstoestand als de omgeving dat niet is. Dus dat woord, zachtmoedigheid, is altijd op een ander gericht. Je hebt altijd iemand anders nodig om zachtmoedig tegen te zijn. Je kan niet zachtmoedig zijn in je eentje. Want het is iets wat je richting iemand anders doet. Dus misschien als je deze uitleg hoort, denk je van, nou, misschien ben ik wel zachtmoedig. Dat kan. Maar realiseer je dan dat het een vrucht van de geest is? Het is dus niet iets wat we op eigen kracht kunnen doen. Het is niet iets wat we van nature zijn. Anders was het wel een werk van het vlees geweest. Maar laten we dan een laagje dieper gaan. Ja, Paulus gebruikt hier dat woord zachtmoedigheid in de context van de vrucht van de geest. Maar hoe wordt, vooral door Paulus, dat woord zachtmoedigheid nog op andere plekken in het Nieuwe Testament gebruikt? En als we dan naar die versen kijken, dat heb ik gedaan,
dan kom ik op drie verschillende manieren, drie verschillende contexten, je zou misschien kunnen zeggen drie verschillende richtingen uit waarop dat woord gebruikt wordt. De eerste context is dat zachtmoedigheid is voor ons een roeping om na te jagen. In Efeze hoofdstuk 4, vers 1 en 2 zegt Paulus dit. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. We hebben een roeping gekregen van God. God dwingt ons aan om een leven te leiden zoals hij dat wil. En een van de dingen die hij wil, waar hij ons tot geroepen heeft, is om zachtmoedig te zijn. Op een andere plek zegt Paulus dat we zachtmoedigheid moeten aantrekken als een kleed. Een ander vers van Paulus is in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 11. En daar zegt Paulus, u echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. De zachtmoedigheid is niet alleen een roeping die we van God gekregen hebben, maar het is ook iets waarvan God vraagt dat we dat moeten najagen. En dat woord najagen in het Grieks is hetzelfde woord als gebruikt wordt voor het woord wat wij vertalen als vervolgen. Dus dat geeft een beetje een gevoel van de intensiteit van dat woord neer en de manier waarop God dus wil dat we daarmee omgaan. Daarbovenop komt nog eens keer dat Paulus hier spreekt in de gebiedende wijs. Dus het is niet een verzoek, hij wil echt dat we dat doen. Dus dat betekent dus dat zachtmoedigheid een actieve houding van ons vergt. Om in onze roeping te wandelen, zegt Paulus dat we dus zachtmoedigheid moeten najagen met alles wat in ons zit. Dat is de eerste context. Zachtmoedigheid is een roeping om na te jagen. De tweede context is dat zachtmoedigheid inzetbaar is richting medegelovigen. Galaten 6:1 zegt Paulus dit. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enig overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Als iemand onverhoops of onverwachts in zonde is gevallen door zwakte van het vlees, dan is het aan de volwassen gelovigen, aan diegenen die geleid worden door de geest, aan diegenen die wandelen in de geest, om deze persoon weer op de been te helpen, te herstellen. En dat woord wat hier gebruikt wordt voor herstellen is eigenlijk een medische term. Dat betekent het rechtzetten van een gebroken bot. Herinner je nog dat tweede beeld van zachtmoedigheid, dat het een zalf is die de angel uit een wond haalt? Je ziet dat hier terug. Met andere woorden, het moet met zorg gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. Het is zorg richting anderen. Een ander vers in deze context is 1 Korinthe 4, vers 21, waar Paulus dit zegt. Hij zegt, wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen? Of in een geest, of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Nou, de gemeente in Korinthe was een hele kleurrijke gemeente. En als je zou verder lezen in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, dan zou je daar een beetje een beter beeld van krijgen. Maar er was duidelijk wat spanning in die gemeente, tussen de gemeente en tussen Paulus. En die gemeente dacht zelfs dat Paulus niet durfde om naar hen toe te komen om tucht toe te passen. En Paulus zegt hier van, hoe wil je dat ik naar je toe kom? Ja, wil je dat ik naar je toe kom met de staf van een herder? Of wil je dat ik kom in liefde en in zachtmoedigheid? En uiteraard hoopt Paulus op dat laatste, dat ze daarvoor kiezen. Dus met andere woorden, zachtmoedigheid is dus nodig om met zorg en met liefde hen te herstellen
of te corrigeren die dat nodig hebben. Zonder ons daarbij boven die persoon te stellen, zonder daarbij zwaarder of lichter te reageren dan nodig is. Ja, dus zachtmoedigheid is gebalanceerd, het is gedisciplineerd, het is getemd, het is vol met liefde. Dat is de tweede context, ja, hoe we zachtmoedigheid kunnen inzetten richting andere gelovigen. En dan de derde context, je kan er misschien al raden, is dat zachtmoedigheid inzetbaar is richting ongelovigen. Ze hebben ze alle drie gehad. Ja, een roeping voor onszelf om na te jagen, inzetbaar richting medegelovigen, inzetbaar richting ongelovigen. Titus 3, vers 1 en 2, zegt Paulus dit. Hij zegt, herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. En dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Titus, de leider daar in die gemeente, geeft uitleg hoe de gemeente zich dient te gedragen, of Paulus vertelt het aan Titus, hoe de gemeente daar zich dient te gedragen in een heidense wereld, richting ongelovigen. En hij zegt in vers 1 dat richting overheidsinstanties we onderdanig moeten zijn. Ik denk dat Casper daar, als hij eindelijk in hoofdstuk 13 komt van Romeinen, wel wat meer over gaat zeggen. En dat we onderdanig moeten zijn in onze houding en dat we gehoorzaam moeten zijn in onze acties en dat we tot elk goed werk bereid moeten zijn. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat we zout en licht moeten zijn. Dat is wat Paulus hier zegt. Maar dan in vers 2 gaat hij verder en dan is de scope waarin hij het plotseling over heeft niet alleen richting overheidsinstanties, maar naar alle mensen. Ja, en eindigt hij daar te zeggen dat we alle zachtmoedigheid aan alle mensen moeten bewijzen. Dus bedenk wie voor jou, in jouw omgeving, de overheidsinstanties zijn en de alle mensen in jouw dagelijks leven. Met wie ben jij in contact? Thuis, op het werk, in het openbaar vervoer, bij de bakker, in de auto. Ja, hoe bewust zijn we bezig om onze zachtmoedigheid te bewijzen richting alle mensen? En het laatste voorbeeld in deze context komt niet van Paulus, maar van Petrus. En dat is een bekend vers, 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 15. En daar zegt Petrus, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Petrus zegt ons altijd bereid te zijn om uitleg te geven over ons geloof. En dat kan in elke situatie gebeuren. Daar hoeven we niet op voorbereid te zijn. Dat kan heel onverwacht zijn dat er een vraag komt. En als we dan gevraagd worden, dan is de kans groot dat we in aanraking komen met mensen en met denkbeelden en met filosofieën en met geloofssystemen die anders zijn of tegenovergesteld zijn aan die van ons. En de vraag is dan, hoe gaan we daarmee om? En de verleiding misschien is, ik heb dat zelf ook ervaren, is om misschien vanuit puur enthousiasme of misschien wel pure angst te reageren vanuit het vlees. Te snel te zijn, te actief te zijn, te kortaf te reageren. Ik denk dat er vaak een dun lijntje zit tussen je eigen positie verdedigen en iemands andere positie aanvallen. Dat kan heel snel in elkaar overgaan. En de kunst is dus om zachtmoedig te zijn in dat soort situaties. Om juist de teugels aan te trekken of juist te laten vieren in zo'n gesprek als dat nodig is. Om weer even terug te denken aan dat getemde dier. Dus in die derde context is zachtmoedigheid dus nodig om door ons heen Jezus te laten zien aan anderen die hem niet kennen. En op een manier te handelen en uitleg te geven over ons geloof en onszelf op te stellen op een manier dat zachtmoedigheid laat zien.
Dus we hebben drie verschillende contexten waarin dat woord gebruikt wordt. En ik heb 6 versen gebruikt om daar een beetje een beeld van te geven. En wat mij opvalt bij die versen, is dat de context altijd de wedergeboren christen is. Het is altijd de geestelijke mens. Het is altijd de nieuwe mens. Ja, dus als je terug gaat kijken naar wat er geschreven wordt over die 6 versen, dan is het de gevangenen in de Heer die de roeping ontvangen hebben. Het zijn de uitverkorenen van God. Het is de mens die God toebehoort. Het is u die geestelijk bent. Het zijn zij die zalig gemaakt zijn. Het zijn zij die de Heere God heiligen in hun hart. Het is altijd in de context van de wedergeboren christen. Dus we mogen dan denk ik concluderen dat zachtmoedigheid iets is wat we alleen kunnen als we in Christus zijn. Dus niet vanuit onszelf. Dus niet vanuit de natuurlijke mens. Dus het is een vrucht van de geest. Voor hen die zich laten leiden door de geest. Want het is de geest die ons moet kneden en trainen en temmen. Zodat we gepast en evenwichtig kunnen reageren in elke situatie. Het is de geest die ons helpt te wandelen en onze roeping probeert na te jagen. Het is de geest die ons stuurt in wanneer en hoe we zachtmoedig moeten zijn en in welke richting. De zachtmoedigheid is dus iets wat God in ons doet en iets wat God door ons doet. En dat leidt ons dus tot de tweede vraag. Hoe is zachtmoedigheid dan een vrucht van de geest? En dan komen we eindelijk uit bij Galaten hoofdstuk 5. Dus ik hoop dat je hem nog open hebt, voor je hebt. Want het is in de context van dat Galaten hoofdstuk 5 en waarom Paulus hier over de vrucht van de geest spreekt, waardoor we beter kunnen gaan begrijpen hoe het een vrucht van de geest is. Maak je geen zorgen, we gaan niet door het hele hoofdstuk heen. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ik wil er een paar dingen uitlichten, zodat het ons kan helpen een beter beeld te krijgen. Als we dan kijken in Galaten hoofdstuk 5, vers 1, dan begint Paulus met een conclusie van de vorige 4 hoofdstukken. En hij zegt dat Jezus ons voor vrijheid heeft vrijgemaakt. Dat is de conclusie. Een preek op zich. Ja, dat Jezus ons voor vrijheid heeft vrijgemaakt. En een paar versen later, in vers 6, vervolgt Paulus dan door te zeggen, en dan beschrijft hij zeg maar wat die vrijheid teweeg brengt. En hij zegt dat het enige wat telt, het enige wat van belang is, is geloof dat werkzaam is door de liefde. Geloof dat werkzaam is door de liefde, in vers 6. En als we dan een paar versen verder gaan, in vers 13 en 14, dan zegt hij dat om elkaar te dienen door de liefde, dat we, als we dat doen, dat we alles, de gehele wet van Christus, vervullen. Die hele wet van Christus kunnen we opsommen, kunnen we samenvatten in één woord, en dat is het woord liefde, je naaste liefhebben. Dus als je naar die 3 versen alleen kijkt, vers 1, 6 en 13, heb je vrijheid, geloof en liefde. Dat zijn de 3 kernwoorden die Paulus hier gebruikt. En dan vanaf vers 16 gaat Paulus dit uitleggen. Dus lees met mij mee, in vers 16 tot en met 18. En hij zegt, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Dat is de uitleg van Paulus. Maar misschien dat de uitleg van Paulus wat uitleg nodig heeft. Ja, dit is misschien een van die versen waarvan Petrus zegt, sommige dingen die Paulus zegt, zijn een beetje moeilijk. Ik snap het. Dus ik ga het proberen uit te leggen. Ja. Paulus zegt in vers 18,
dat als we ons laten leiden door de geest, dan staan we niet onder de wet van Christus, omdat we namelijk dan de wet van Christus vervullen. Dat is uiteindelijk een conclusie. Als we ons namelijk laten leiden door de geest, dan zullen we onze naaste lief hebben als onszelf. Wat een vervulling van de wet is. Want dat zegt Paulus in vers 14. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En ik hoop dat je ziet dat deze twee aan elkaar gelinkt zijn. Dat er twee versen zijn, twee gedachten zijn die elkaar aanvullen. En als een soort cirkel, elkaar vormen. Als we onszelf laten leiden door de geest, dan vervullen we de wet van Christus. Omdat, geleid door de geest, we onze naaste lief hebben, wat een vervulling van de wet is. Ik krijg een soort cirkelbeweging. Ik hoop dat je hem ziet. Kun je nog over nadenken. Vandaar dus dat Paulus in vers 6 zei dat het enige wat van belang is, is geloof dat werkzaam is door de liefde. Want dit is het geloof dat de wet vervult. Vandaar ook dat Paulus direct na ons vers 22 over de vrucht van de geest, in vers 23 zegt, daartegen, de vrucht van de geest, richt de wet zich niet. Waarom niet? Omdat de vrucht van de geest een vervulling is van de wet. Dat is de logica van Paulus. En die vervulling van de wet, die uiting van de vrucht van de geest, dat is de vrijheid in deze context waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt. Waar Paulus in vers 1 mee begon, als conclusie van alles daarvoor. In Christus zijn we in de geest compleet vrij om onze naaste lief te hebben. Paulus zegt elders, waar de geest van de Heer is, is vrijheid. In Christus zijn we compleet vrij om onze naaste lief te hebben. Omdat in Christus we alles ontvangen hebben om ons daardoor compleet op de ander te richten. Compleet alleen maar naar de ander te kijken. Want we hebben zelf alles al ontvangen. En dus kunnen we de wet daarmee vervullen. En kunnen we daarmee liefdevol zijn richting anderen. Liefde, naaste liefde, is dus de vrucht van de geest. Enkelvoud. De vrucht van de geest is liefde. Eén vrucht. Je kan het zien als een cluster druiven. Je kan het zien als licht waarin alle kleuren van de regenboog zitten. Maar het is één cluster. Het is één licht. Het is één vrucht. Dus ik denk ook niet dat we die woorden los van elkaar kunnen zien, die negen woorden die daar staan. Paulus zegt, de vrucht van de geest is liefde. En hij is zo aardig voor ons om er nog 8 woorden achter te zetten die wat uitleg geven van hoe dat eruit kan zien. Dus je kan ze niet los van elkaar zien. Je kan namelijk niet zeggen, ik ben zachtmoedig, maar ik ben niet vriendelijk of heb geen zelfbeheersing. Je kan niet zeggen, ik ben blij, maar ik heb geen vrede. Je kan niet zeggen, ik ben goed, maar ik ben niet trouw. Je kan niet zeggen, ik heb liefde, maar ik heb geen geduld. Dat kan niet. Het is één vrucht. Dat is wat God in ons wil doen. De vrucht van de geest is liefde. En zachtmoedigheid, net als al die andere 7, zijn slechts uitingen van de liefde. Uitingen van die vrucht van de geest. Maar het is de vrucht van de geest die in ons werkt. En dus het is door de geest. Het is niet door werken. Ja, de vrucht van de geest wordt niet geproduceerd door werken, maar door in hem te zijn. Ik kan me nog herinneren dat volgens mij vorig jaar Casper een kleine serie heeft gedaan over Johannes 15. Hoe als we in hem zijn, we vrucht kunnen dragen. En als we in hem verblijven, als we in hem zijn, dan kunnen we zelfs veel vrucht dragen. En als we dat niet zijn, zegt hij, zonder mij kunt u niets doen.
Geen vrucht dragen dus. Dus als we dus zachtmoedig proberen te zijn op ons eigen houtje, uit onze eigen kracht, dan lukt het niet. Dan is er geen levende vrucht. Paulus zegt zelfs aan het einde van Romeinen 6 dat elke vrucht uit eigen kracht uitloopt op de dood. Er is geen vrucht zonder de geest. Dus je kan naar de definitie van zachtmoedigheid kijken en denken, nou, misschien ben ik dat wel een beetje. Maar ik denk niet dat dat het punt is. Ik denk dat het punt is, is je zachtmoedigheid een vrucht van de geest? Is het levende vrucht en brengt het dus ook leven voort in jouw leven en in het leven van anderen? Want de vrucht is anderen gericht. Maar het is een vrucht van de geest. We moeten in hem zijn. De vrijheid van hem ontvangen. En dus komen we uit bij Jezus. En wat we dus nodig hebben, is Jezus. De vrijheid die we alleen in Jezus kunnen vinden, leidt dus tot de vrucht van de geest en dus tot zachtmoedigheid. Het is zijn dood aan het kruis die ervoor zorgt dat we vrij zijn. Dat we vrij zijn van de macht van de zonde over ons leven. Dat we vrij zijn om de wet van Christus te vervullen. Dat we vrij zijn om onze naaste lief te hebben. Het is zijn wederopstanding die ervoor zorgt dat we nu in de geest kunnen leven en kunnen wandelen. En ons kunnen laten leiden door de geest om zo vrucht te dragen. Om zo onze naaste lief te hebben als onszelf, zoals de geest leidt. En dus kijken we naar Jezus. En rusten we in het voltooide werk van Jezus aan het kruis. Want dat is de enige hoop om echt zachtmoedig te zijn. Dus de vraag is, heb je Jezus? Kijk je naar Jezus? Richt je je op Jezus? En als we dan onze ogen richten op Jezus, wat zien we dan? Of beter gezegd, wie zien we dan? Zien we in Jezus dan ook die vrucht van zachtmoedigheid terug? Met andere woorden, in hoeverre is Jezus voor ons een voorbeeld om na te volgen om zachtmoedig te zijn? Ik denk dat we dat kunnen zien. Jesaja profeteerde al namelijk dat Jezus zachtmoedig zou zijn. Als je een beetje kan terugslaan in het Oude Testament, in Jesaja hoofdstuk 40, vers 10 en 11. En ik lees deze uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jesaja hoofdstuk 40, vers 10 en 11. Supermooi vers. Daar staat, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Jezus komt met kracht. Jezus komt als een herder. Twee aspecten van zachtmoedigheid. Beheerste kracht. Aan wie laat je je kracht zien? Aan wie laat je je zorgzaamheid zien? En we zien dit dan ook in actie in het leven van Jezus. De profetie komt uit, natuurlijk. Ja. We zien dit bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 21, vers 12 en 13. Tegen het einde van de bediening van Jezus, als hij in Jeruzalem is, en hij loopt daar binnen en hij loopt de tempel binnen, en hij wordt een beetje boos. Ja, volgens mij zit er een ander evangelie dat hij rustig de tijd neemt om even zijn knopen in elkaar te draaien. Ja, maar hij loopt binnen en hij ziet wat er gebeurt en hij jaagt alle mensen weg. En hij, die daar verkochten en kochten, en hij gooit de tafels om en de stoelen van de geldwisselaars en de duivenverkopers, gooit hij allemaal om. En dan denk je, hoe, Jezus is boos. Dat mag. En hij zegt, vers 12, er is geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar u heeft er een rovershol van gemaakt. Hij komt met kracht in vers 13. Maar dan in het volgende vers, vers 14, staat er dit. En er kwamen blinden en kreupelen bij hem in de tempel.
en hij genas hen. Hij komt als een herder. Zachtmoedig. Er zijn meer voorbeelden. Dat gaan ze niet allemaal doen, maar nog eentje. Ja, nog meer voorbeelden waarin Jezus zijn zachtmoedigheid laat zien. Denk aan het verhaal van de overspelige vrouw in Johannes 8. Menigte is woedend. Staat klaar om de vrouw te stenigen. Jezus is rustig. Komt aanlopen. Bukt zich. Schrijft het op de grond. Zegt, wie zonde is, werpt de eerste steen. Kijkt weer naar beneden. Schrijft het op de grond. Situatie is opgelost. Ja, dat is zachtmoedigheid. Autoriteit, zowel als tederheid. De verhitte situatie ontkrachten. Jezus zegt ook van zichzelf dat hij zachtmoedig is. Dat mag hij zeggen, wij niet. Hij zegt in Matteüs hoofdstuk 11, neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij wil dat we weten dat hij zachtmoedig is. Hij wil dat we ervaren dat hij zachtmoedig is. En hoe doet hij dat? Hoe wil hij dat we dat doen? Door zijn juk op ons te nemen. En ons juk van zonde af te werpen. Zijn juk is namelijk licht en zacht. Waarom? Omdat zijn juk vrijheid geeft in de geest. Om onze naaste lief te hebben en vrucht te dragen. We hebben gekeken naar wat zachtmoedigheid is en hoe het Nieuwe Testament daarover praat. En we hebben gekeken hoe zachtmoedigheid een vrucht van de geest is en hoe Jezus wil dat we daarmee omgaan. Maar wat doen we hier nu mee? Wat hebben we hier nu morgenochtend aan als we weer naar het werk gaan? Hoe moeten we hier nu praktisch mee omgaan in ons dagelijks leven? En ik zat daarover na te denken en ik kwam voor mezelf op twee vragen uit om te beantwoorden voor mezelf. En ik denk, die kunnen me helpen om daar wat handvaten aan te geven. En de eerste vraag, dus ik ga ze ook gaan aan jullie stellen. Kun je er wat mee doen? De eerste vraag is, hoe worden we op de proef gesteld in onze zachtmoedigheid? Ja, hoe worden we op de proef gesteld daarin? Waar krijgen we de kans om zachtmoedig te zijn, maar hebben we moeite om het te zijn? Waar ervaren we strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens? En dat je denkt van, ik wil wel zachtmoedig zijn, maar het lukt me niet. De eerste situatie is misschien in situaties met mensen die het niet eens met je zijn. Dat kan. Soms kunnen mensen het niet met je eens zijn. Misschien een collega, of een vriend, familielid, echtgenoot. Wat ik dan vaak bij mezelf merk, is dat het leidt tot defensief gedrag. Ja? Je gaat jezelf verdedigen omdat je je gelijk wil halen. Of als je niet je gelijk wil halen, dan wil je in ieder geval zorgen dat je je punt heel erg duidelijk hebt gemaakt, zodat die andere persoon zegt van, oh ja, ik snap je punt, maar je hebt niet gelijk. Ja. Ja. Dat is een optie. Of, de andere kant op, misschien worden we juist heel stil. Dat je denkt van, joh, laat maar. Ik ga niks zeggen. Als ik er nu tegen inga, wordt het erger. Ik durf niet eens wat te zeggen misschien. Angst voor hoe de conversatie zal gaan. Maar ik denk juist dat zachtmoedig zijn betekent dat we daar anders mee om kunnen gaan. De zachtmoedige persoon zegt, denk ik, het maakt mij niet uit wie er gelijk heeft. Dat ik gelijk heb, dat jij gelijk hebt. Maar dat we samen tot de waarheid komen. Wie die ook aandraagt. Ja, Spreuken 15 vers 1 zegt, een zacht antwoord keert woede af. Zachtmoedigen kiezen de juiste reactie in de situatie van oneenigheid. Als nodig krachtig, maar uitgedacht en met de juiste tederheid. Tweede situatie kan zijn als mensen ons willen corrigeren of adviseren. Of bekritiseren.
Ik denk dat dit vaak ook leidt tot defensief gedrag. Maar op een andere manier. Ik denk dat dat vaak juist betekent dat we onszelf willen rechtvaardigen. We gaan vaak niet meer reageren op wat die andere persoon zegt, maar hoe die andere persoon iets zegt. Het is een klassiek gedrag waarin we zo snel mogelijk de rollen willen omdraaien en de focus weg willen hebben van ons en op de andere persoon willen leggen. Ik probeer niet naar mijn vrouw te kijken nu, want zij weet precies hoe ik ben. Ja? We willen namelijk niet gecorrigeerd worden of bekritiseerd worden als we iets fout hebben gedaan. We willen zo snel mogelijk het over de andere persoon hebben. Ja, maar je zegt het verkeerd. Dus ik luister niet meer naar wat je zegt, ik luister alleen naar hoe je het gezegd hebt. En ik denk juist dat de zachtmoedige persoon juist ontvankelijk is en misschien zelfs wel dankbaar is voor de correctie. Ja, want zachtmoedigheid is beheerste kracht. Dus dat betekent dat we die kracht niet altijd hoeven te laten zien. We kunnen de teugels aantrekken en niet reageren, maar gewoon ontvangen. En ik denk zelfs verder in dit soort situaties, als we niet zachtmoedig zijn, dan kan dat een negatief effect hebben op onze relatie met die persoon. Maar het kan ook een negatief effect hebben op onze groei als christen. Omdat we namelijk de input, de correctie, niet toestaan. Spreuken 12:1 zegt, wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie bestraffing haat, is onverstandig. Derde situatie kan zijn, dat gebeurt ook, dat mensen ons teleurstellen. En dat komt uit alle hoeken. Kan je echtgenoot zijn, kan een kind zijn, kan een vriend zijn, kan een collega zijn, kan een broeder of zuster zijn. Kan zijn omdat we misschien wel te hoge verwachtingen hebben van een persoon, op een soort voetstuk hebben geplaatst. Of dat we vinden dat die persoon niet de juiste keuzes heeft gemaakt, in ieder geval niet de keuze die jij zou hebben gemaakt. Of misschien voel je je zelfs wel in de steek gelaten en daarom teleurgesteld. En ik denk dat vaak onze natuurlijke reactie in dat soort dingen zijn, is dat we willen laten merken dat we teleurgesteld zijn. Misschien door niet hele onduidelijke woorden te gebruiken in die teleurstelling. Of misschien wel door je te onttrekken aan de hele situatie, omdat je gewoon simpelweg gekwetst bent. Maar in zachtmoedigheid mogen we dus op het juiste moment, de juiste toon, de juiste woorden reageren en onze teleurstelling overbrengen. Want dat is uiteraard prima. Terwijl we in controle blijven, in de geest blijven, in controle blijven over onze gemoedstoestand. Ik denk dat er nog heel veel andere manieren zijn waarop we onze zachtmoedigheid misschien op de proef gesteld wordt. Maar ik denk dat de uitdaging dus is om geleid door de geest te reageren. Met gepaste en beheerste kracht. En ik denk dat we ook daarin mogen leren om die momenten beter te leren herkennen. Zodat we hem ook mogen vragen en kunnen uitnodigen. Help ons. Ja, geest, help mij in dit moment om zachtmoedig te zijn. Dat is de ene vraag waar ik aan denk. Van waar, hoe worden we uitgedaagd in onze zachtmoedigheid dagelijks? De tweede vraag is, omdat het geroepen een roeping is, is hoe kunnen we zachtmoedigheid najagen? Ja, want we worden opgedragen om dit te doen. En hierbij bedoel ik niet van hoe kunnen we zoveel mogelijk situaties creëren waarin ik zachtmoedig mag zijn. Dat is niet wat ik bedoel. Ja, maar ik bedoel van hoe kunnen we een actieve houding aannemen in het cultiveren van onze zachtmoedigheid. Want het is niet iets wat vanzelf groeit. Het is een vrucht van de geest. En ik dacht aan twee simpele dingen. Het eerste is simpelweg gebed. Misschien klinkt dat vaak een beetje als het simpelste antwoord. Dat weet ik niet. Maar ik denk echt dat gebed ons kan helpen om meer zachtmoedig te worden. Er is een christelijke monnik uit de 4e eeuw die ooit eens heeft gezegd, gebed is het zaad van zachtmoedigheid en de afwezigheid van boosheid. Ja? Want gebed transformeert ons hart. En het transformeert ons hart over hoe we over andere mensen nadenken. Ik weet nog lang geleden, had ik
misschien zelfs wel wekelijks, een gesprek met twee broeders. Diepe gesprekken, lange gesprekken, misschien soms ook wel lastige gesprekken. En een van die twee broeders had ik altijd wat moeite mee. We waren het altijd wel deels met elkaar eens, maar ook deels met elkaar niet eens. Dat mag. Maar als ik dan 's avonds thuis kwam, zei ik al tegen Heidi van, oh, gefrustreerd gewoon over hoe die gesprekken gaan. Ja. En dan zei Heidi altijd, wijs vrouw, ga bidden. En ik weet nog goed wat mijn reactie altijd was. Mijn reactie is altijd, ja, maar dat verandert hem niet. Ja? En dan zei zij, ja, maar wel jouw hart. Dat is gewoon waar. Ja? Gebed brengt ons nou eenmaal in de aanwezigheid van God. En dat maakt ons niet alleen nederig en doet ons in zijn heilige licht staan. En we zien hoe klein we zijn en hoe zondig we zijn. Maar het doet ons ook de zachtmoedigheid van God ervaren. En ik denk dat als we de zachtmoedigheid van God ervaren in zijn aanwezigheid, dan zullen we meer en meer op hem gaan lijken in die zachtmoedigheid van hem. Dus gebed. Bid voor meer zachtmoedigheid in je leven. Het tweede ding waar ik aan dacht, misschien iets lastiger, maar ik denk dat het goed is om te leren zwichten. Ja? Om gewoon soms toe te geven aan iets. Het is niet dat wij als christenen nooit conflict hebben. Maar ik denk wel dat als christenen zouden we anders conflict moeten hebben. Paulus bijvoorbeeld was vaak, hebben we al eerder gezien, gefrustreerd met de christenen in Korinthe. Maar hij smeekte hen door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Dus we zullen conflict hebben, maar we moeten niet aannemen in dat conflict dat wij altijd gelijk hebben. We durven het vaak niet toe te geven, maar dat is vaak wel, denk ik, wat we willen. We willen gewoon gelijk krijgen. Dat is onze natuurlijke hart, onze natuurlijke zonde. Maar wat ik al eerder zei, het zou juist niet belangrijk moeten zijn wie er gelijk heeft. Maar we zouden juist de rust en de zachtmoedigheid moeten hebben om naar elkaar te luisteren en niet bang zijn daarin om van mening veranderd te worden door de ander. Want het kan echt goed zijn dat de ander iets zegt en iets inbrengt, dat gewoon waarheid is en goed is. En dat je denkt van, oh, hier moet ik mijn mening aanpassen. Hier moet ik anders gaan denken over iets. Dus we moeten juist leren zwichten voor andere standpunten. We moeten voor reden vatbaar blijven in dat soort situaties. En ik denk dat dat ook iets is wat een omgeving van zachtmoedigheid kan cultiveren in ons. Dus, er is een zachtmoedigheid dat de vrucht is van de geest. Als we in de vrijheid staan die Jezus voor ons aan het kruis verworven heeft, als we wandelen in geloof, als we ons laten leiden door de geest, als we verblijven in hem. Ik weet, dat zijn heel veel alsen, maar dat is echt ook aan ons. Ja, er is gewoon een actieve houding van ons daarin nodig. Dan is zijn liefde werkzaam in ons en door ons heen, naar onze naasten. En dan geven we God de ruimte om de vrucht van de geest te doen laten groeien in ons leven. En dan weet ik zeker dat we meer zachtmoedig zullen worden richting anderen. Dus jaag die zachtmoedigheid na. Ja, vind daarin gewoon een actieve houding. Maak het onderdeel van je dagelijks leven om daar op een bepaalde mate mee bezig te zijn. Want je bent in hem. Als je in hem bent, dan heb je hem. En je hebt de geest. Je hebt alles wat je nodig hebt om zachtmoedig te zijn. Als je nou nog niet gelooft, dan is vandaag de dag. Ja, stel het niet langer uit, maar kies voor hem. Morgen kan het te laat zijn. Kies ervoor om vrij te zijn. Kies ervoor om die eerste stap in geloof te zetten. Kies ervoor om levende vrucht te willen dragen voor hem. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer, voor uw woord. Dank u voor dat u spreekt door uw woord, dat u ons verandert en wil veranderen door uw woord, Heer.
Heer, ik ben dankbaar voor het leven van Paulus en dat Paulus hier schrijft. Heer, en ik vraag u, Heer, help ons om meer zachtmoedig te zijn. Help ons, Vader, om onze roeping die u ons gegeven heeft, daarin gewoon dat die tot waarheid mag komen, Heer. Dat die tot uiting mag komen in ons leven. Ik bid, Vader, dat we een actieve houding mogen aannemen daarin. Heer, ik ben dankbaar voor het kruis, Heer, dat u voor ons gestorven bent, zodat we uw geest hebben. Zodat we vrij zijn om u te ervaren, om uw zachtmoedigheid te ervaren en daardoor meer zachtmoedig te worden. Ik ben dankbaar, Vader, dat we daardoor in uw geest kunnen wandelen. Heer, help ons daarbij. Heer, neem deze waarheden, Vader, in uw woord en marineer dat diep in ons hart, Heer. Dat het niet zomaar iets is dat we denken van, oh ja, oké, ik ben het denk ik wel een beetje en je legt het naast je neer. Maar Vader, dat we ons daartoe gewoon mogen uitstrekken. Heer, help ons om te herkennen in ons leven, in ons dagelijks leven, waarin we niet zachtmoedig zijn. Geest, we nodigen u uit daarin om ons dat te laten zien. Maar help ons, Geest, ook in die momenten om naar u te vragen. Om uw hulp te vragen, Heer. Zodat we geleid door u meer zachtmoedig kunnen zijn. Vader, en of dat is in situaties richting onze medebroeders en zusters, of is dat in situaties met ongelovigen, Vader, ik bid dat u ons de kracht geeft en de moed geeft om meer zachtmoedig te zijn. Heer, dat ons leven daardoor echt een getuige mag zijn voor u. Dat uw liefde die door ons heen werkt en in ons is, een getuige mag zijn. Dat we anders zijn. Dat we in u zijn. Dat we van u zijn. Dus Heer, we nodigen u uit om in ons te werken. Om die vrucht van de geest in ons te bewerkstelligen, Vader. En we bidden dat in Jezus' naam. Amen. Tell you right now, it's gonna be alright.